Op maandag 28 december 2015 vierde het echtpaar Hoevelaken-Piet hun 60-jarig huwelijk. De 88-jarige Jan Hoevelaken en zijn 82-jarige echtgenote Treintje Piet wonen sinds 1958 in Ede. Het echtpaar heeft 3 kinderen, 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ik ben nu 60 jaar met haar getrouwd. Ja. En je zou wel zeggen, nu ken je nog wel een paar jaar. Maar wij kunnen het altijd goed met elkaar vinden. Ja, mijn man is alles in. Ja. Hij leeft toch alles over Indië en zo. En dat is een pluspunt hoor. Ik ben heel groot met mijn kinderen, met de kleinkind. Ja, en de achterkleinkind. Ik ben heel trots op. Ja. Het bereiken van een hoge leeftijd heeft ook schaduwkanten. Zo is veel familie van mevrouw Hoevelaken weggevallen. Ja, dat ging op laatst heel hard hoor. Ja, ik heb nou nog maar 1 zuster. Hoeveel zusters en broers heeft u gehad? Ik heb er 3 zusters gehad en 3 broers. U bent de jongste? Ik ben de jongste, ja. Meneer Hoevelaken werkte als ambtenaar van Defensie bij het mobiliteitscomplex De Driesprong in Ede. Tijdens het gesprek met burgemeester Van der Knaap vertelde hij onder andere over zijn ervaringen in Indië. Net zo'n beetje 18 jaar, hè, dus je mooi opgeroepen. En het was de strengste winter die ooit gehad had in Nederland. Zaten wij, moesten wij een putje graven en dat ging er bij Annem in de hei. Ja? En als je nagaat, en misschien heb je dat wel eens gehoord, daar reden auto's over de Rijn. Zo hard voor ooit. Doet u nog iets met uw Indië verleden? Ja, mijn Indië verleden. Ik ben voorzitter van FOMI Veluwe, van Oost-Gelderland en van de Rivierenland. En wat houdt dat in? Nou, dat ik veteranen van deze gebieden, die hebben er een paar keer in een jaar een reunie mee. Hè? En ze vroegen toen mij of ik op een bestuur wou zitten. En toen zei ze, welke functie wil je hebben? Ik zei, voorzitter. En toen zei ze, waarom wil je voorzitter? Ik zei, dat heeft weinig te doen. Indonesië heeft een groot impact gehad op mijn vader. Maar ook op alle gesprekken die daarna wel gewoon plaatsvinden. Dat is inderdaad zo. 60 jaren huwelijk is een bijzondere mijlpaal. Wat is het geheim om zo lang bij elkaar te blijven? Nou, dat je elkaar lief hebt en elkaar, alles van elkaar over hebt. Ja, en als je kinderen hebt, dat je die ook zorgt, dat je daar contact mee blijft houden. Dan blijven die kinderen ook contact houden met jou. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja. Hoogtepunt was elk jaar toch wel de Sinterklaasfeestjes. En de Sinterklaasfeestjes bij ons thuis, die waren zo geweldig. Dat was zakken vol met cadeautjes. En dan waren we de hele jaar waren we bezig om dan de cadeautjes te verzamelen. Nou, dat hebben we van mijn vader geleerd. Want mijn vader die had altijd de meest fantastische gedichten. En die kon dat ontzettend goed. En ja, als kind zijnde wist je maar één ding. Je moest mijn vader overtreffen.